Mensen hebben echt skills. Mensen hebben echt ik skills. Hoop echt, ik ben bij Nicole. Yeah. Het is wel een soort girlband dit. Waarom komt er niet meteen ondertiteling? Wow. Doe even normaal. Zie je zo mooi. We gaan nu van een vier afspringen. Ik lijk bijna geen airbrush. Dit is echt top. Good morning. Het is dinsdag en ik begin even een nieuwe weekvlog. Het wordt een lekker packed week met draaidagen voor FIFA online. Met hele leuke vrouwen. Echt super awesome wordt het, denk ik. Ik ga zo meteen naar de eerste toe. En het is best wel koud. Ik heb even een vest aangedaan over deze gezellige stippentop. Ik ga zo meteen langs bij Anne van Your Little Black Book. Een hele leuke hotspot blog. En morgen bij Claire, die een heel tof PR-bureau heeft. Die Tommy Hilfiger en zo vertegenwoordigt. Dus dat worden denk ik hele leuke interviews. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Dit weekend heb ik de eerste bruiloft van een vriendin. Dus dat wordt ook spectaculair. En dan zondag en maandag ga ik naar Ibiza met Grey Goose. Voor een razendsnelle trip. Dus dat wordt allemaal reuze leuk. Ik ga nu even opschieten. En dan neem ik jullie voor zo goed als het kan mee op de draaidag. Hey guys, ik ben weer thuis. Dus ik heb weer mijn lievelings chill shirt aan. Waar jullie me echt in kunnen uittekenen. Filmen was heel erg leuk en het ging vet snel. We waren echt 2 uur voor de calltijd klaar. Wat echt nog nooit is gebeurd in mijn leven. Meestal lopen dingen altijd uit met video. Omdat je gewoon veel langer nodig hebt dan je denkt. En je moet je verplaatsen en zo. Dus daar was ik wel vet trots op. Verder ben ik, zoals ik op Insta Stories en Instagram al vertelde, echt geveld door ongesteldheidshoofdpijn. Het zijn echt van die migraine aanvallen achter je ogen en... Het is zo vreselijk. Ik heb gewoon, nou ja, ik bedoel, het klinkt heel dramatisch. Er zijn natuurlijk erge dingen, maar op dat moment voelt het echt zo unrelaxed. En elke maand heb ik het gewoon. Ik heb nu weer dingen op jullie aanraden. Vitamine B tabletten. Deze heb ik gehaald. Die je niet mag combineren met deze, maar die allebei wel fijn zijn. Ik ben ook super benieuwd hoe jullie omgaan met struggles. Als je ongesteld bent en waar jullie last van hebben. En hoe jullie tegen die monster headaches vechten. Ik ben met Sander. Hij heeft een drankje in zijn hand. Maar hij heeft het expres uit beeld gelaten. Omdat hij zei anders lijkt het spon. Niet spon. Dat is de afkorting ervoor. Spon. Nee. Even overnieuw, even overnieuw. Wat zijn we aan het doen? TV kijken. Wil jij de vlog even overnemen? Nee. Rot op met die vlog. Doe jij het even. We kijken Catfish, we drinken drankjes erbij. We hebben net superveel roti gegeten. Het licht is ook heel raar bij ons. Good morning. Ik heb een superleuke afspraak met de meiden van We Like Bali. In een Pulitzer Hotel, waar ik eigenlijk al een beetje te laat voor ben vanwege een andere belafspraak. Dus ik ga even racen, maar ik wilde jullie even mijn look laten zien. Wat een gezellige polkadot top is. En mijn favoriete Levi's. Slecht geslapen, dus dat zie je wel een beetje, maar prima. En de week zit er alweer bijna op. Ging snel. Ik heb uiteraard ook weer een koffievlek op mijn jeans gemaakt. Zo irritant. Waarom kan ik geen één kleer schoon houden? Yay, ik ben met de superknappe meiden van We Like Bali. We passen net in de schermen. Ik ben duidelijk de meest licht meisje. Ja, tijd dat je naar Bali komt, hè? Het is wel een soort girlband dit, zo. Ik vind hem wel heel goed, hoor. Ik ook. Ja, ze hebben me helemaal overtuigd dat ik weer naar Bali moet. En ze hebben allemaal hele mooie faithful dingen aan. Ik ben helemaal gek. Dus dit is een leuke inspiratiemeeting. Ja, gezellig. Ja. Oh, dit was echt super leuk. Het is zo gezellig om mensen te ontmoeten die je al via Insta kent. En waar je al jaren mee aan het mailen bent. Het voelt toch alsof je elkaar echt kent of zo. Dus dat vind ik echt heel leuk. En ik bedenk me dan ook altijd dat dat natuurlijk is hoe het voor jullie is als we elkaar in het echt ontmoeten. Ik vind het zo gezellig. Ik kwam gisteren ook weer 2 keer meiden tegen. En het voelt toch op de een of andere manier niet als iets anoniems of zo. Terwijl we elkaar nog nooit hebben ontmoet. Ja, dat is gewoon echt het leuke aan het internet, vind ik. Ik ga nu naar kantoor waar Emma en Alice zijn.
En we hebben de website Chapter Friday natuurlijk even helemaal in een nieuw jasje gaan steken. Dus dat wordt super cool. En daar hebben we een hele leuke chick voor gevonden. Eigenlijk mailde zij ons. En zij had allemaal ideeën voor verbeteringen. En dat was gewoon precies wat ik in gedachten had al. Dus dat was super leuk. En nu gaan we samen eigenlijk helemaal de site een opfrisser geven. Dus ik hoop dat die ook weer gebruiksvriendelijker wordt en weer een inspiratieboost krijgt. Ik heb er vet veel zin in. Dus dat gaan we nu doen. Ik zit lekker op kantoor met mijn girls en met Weppa Robin. Die dus iemand is die alle tabbladen open laat staan. Hier heb ik het al best wel vaak over gehad in mijn video's. Dat er twee type mensen zijn. En zij is er zo een. Jullie alle bekend en geliefd. Ze heeft weer een heerlijk lookje aan. Oh. Bekend en geliefd, dat hoor ik graag. Ja, toch? Ik dacht een soort schilderslook. Ja. Als een soort blank canvas. Die moest wel een beetje opgevuld worden. Dus vandaar, Dolce & Gabbana luipaarden met stenen. Ja. Lekker! Ja. Ik heb een tas erbij. Oeh. Grijp het erbij, oh. Het is een soort schilder gaat naar het strand. Oh, leuk. Ik ben me heel snel aan het aankleden, want ik ga nu met Anna filmen dat ik haar make-up doe. Zoals ik mijn eigen make-up elke dag doe. Dus dat is een beetje deze look. Veel roest, tintjes, een soort hele subtiele smoky look. Met lekker veel highlighter. Ik ga even opschieten en het is in de Utrechtse straat. Dus daarna ga ik waarschijnlijk daar nog ergens in de buurt even werken. Yay! Ik ben bij Antje! Joehoe! Die even op haar hydratatie aan het letten is. Nou, ik kan even. Ik heb zo'n hectische dag. Ik heb er van alles meegemaakt vandaag en dan. Man, is het enige wat we kunnen zeggen. Wat we zo gaan doen is dat ik anders make-up ga doen. Ja, dus ik ga voor de derde keer mijn make-up afhalen vandaag. Ja. En voor de vierde keer krijg ik make-up op. Lekker! Ja, maar dit is echt net, dit is van de video van net. Ook mooi, ze hebben echt mooi gedaan. Ja, man. Kijk hoe mooi is die wenkbrauw even gedaan. Insane. Mensen hebben echt skills. Ik hoop echt dat het mij dit ook lukt. Oh, echt skills. Echt skills. Ik heb Anne opgemaakt. Is het mooi op beeld? Ja, vind ik wel. Oh. Ik zit nu in jouw shot trouwens, denk ik ook. Het is echt wel mooi. Leuk dit. Wel hè? Ja, dat vind ik ook heel mooi. Good morning world. Ik ga naar een bruiloft van mijn lieve vriendin Wyn. En ik heb heel veel tijd aan mijn make-up en haar besteed. Heel leuk om je zo klaar te maken. Ik ben ook heel benieuwd wat zij nu aan het doen is. Ik denk hetzelfde. Daar is een oud roze thema. Qua kleurenpalet, dus ik heb voor deze jurk gekozen. Een soort kimono-achtig iets. En hondels. Ik ga nu Jordi ophalen die een nieuw pak heeft en er volgens mij ook smashing uitziet. Het is echt wel heel leuk om samen je zo mooi te maken en een beetje de liefde te vieren. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik doe deze schoenen erbij van Maasje. Velvet vriendjes. Ik dacht, dan wordt het een beetje in de zomers. We zijn lekker aan het cruisen. Wat heb jij vandaag aan? Ik? Ja. Een pakje. Lekker. Een shirtje. Speciaal voor ons. Superleuk pak. Schatje. En een roze overhemd, want dat hoort natuurlijk bij de dresscode. En we zijn er al any minute. Wow. Kaasbroodjes vallen. We hebben net allemaal kaasbroodjes gegeten. Hey! Hey, hallootjes! Zitten ze ook te wild vloggen? Morgen. Het is heel vroeg. Oh, wil je ook meedoen met de vlog open? Oh nee, dacht je tegen mij. We zijn op weg naar Centraal Station en ik heb denk ik 4 uur geslapen, misschien 5. We gaan nu weer met Grey Goose op persreis, wat super dik wordt. Minstens zo gangster als de vorige. Ik zal die video ook even hier ergens linken voor jullie als je dat leuk vindt.
Wat zijn dat voor magic handgebaren? Dit zijn, ik bless nu weer inderdaad de omgeving. Zit jij je allemaal bij de hand te bemoeien met deze video? Hallo. Oh, wauw. Wauw, wat goed haar. Ook een goede zin. Echt goed dit haar. Dit zeker ook. Echt goed. Deze kuif. Echt goed. Echt goed. Weet je wat echt goed is? Dit. Dit. Ik ben mijn kattenboutje. Waarom komt er niet meteen ondertiteling? Ik kan er ondertiteling bij. Kan alsjeblieft een beetje. Praat? Ja, dat Brabants gelul van je. Kan hier een klein beetje ondertiteling alsjeblieft bij? De mensen verstaan toch niet wat je zegt, joh. Hey, lieve mensen, we gaan naar Ibiza voor een dag. Wat een gekke huis, hè? Want het gaat wel echt crazy gezellig worden. Het wordt superleuk. Het wordt heel en dronken. We gaan heel dronken worden. Ja. Right. Zullen we weer dat we alle drankjes tellen? Ja. Ja. Is goed. Laten we dat doen vanaf nu. En proosten. Hier ook is Claire. Hey. Kennen jullie natuurlijk allemaal van Insta waar ze de leukste looks van de wereld heeft. Oh, en wij gaan voor het eerst allebei in een private jet vandaag. Gaat helemaal de coördinatie is ook niet meer onfliek. Maar echt leuk wel. Ja, echt vet. Ik vind dat echt ben heel benieuwd. Dit is het leven ik ben benieuwd of, ja, en ik ben benieuwd of het zo bumpy is. Kom. Ja, ja. Oh, we lopen verkeerd. Om te op de witte lijnen lopen. Huh, staat hij in deze hangar? Ik snap het niet, wat is dit? Wat? Waar moet hij staan? Oké. Het is een Vlaams, hè? Ja. VLM. VLM. Fly Vlaams. Oh, hele shooting zie je. Ah, wat lijkt mij. Dit is zo leuk. Waar ben je hippie markt geweest? Ik ben ga altijd naar de hippie markt als ik hier ben. Ik ben hier ongeveer 5, 6 keer per jaar. Ibiza is echt zo geweldig. Maar het begint wel steeds een beetje overbevolkt te raken. Want mensen vinden het nu uit. Ja, mensen, hoe lang kom je hier? Schat, ik ben hier al echt 20 jaar of zo. En helemaal niet in de stad ook of zo. Ik heb hier gewoon mijn plekjes waar ik ben. En nee, die kan ik je nog niet vertellen. Zo goed kennen we elkaar. Ja, ik zit op zo wat gaan drinken. Ligt er nou waar? Ik ga niet naar Blue Marlin, maar dat is echt hier. Daar gaat iedereen heen. Ik ga liever naar Usha, ja. We made it! We zijn er eindelijk in Ibiza. Oh, in Ibiza. In Ibiza. Pizza. 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 Wat ook. Pizza. Pizza. Wacht. We zijn hier. Oh my god, check deze beachclip daar aan de achterkant. Insane! We zijn nu bij Nobu. Dit wordt weer helemaal geweldig natuurlijk. Lekker kamertje. Wow. Dit is de woonkamer. Oké. Is goed. Wow. Nog een zitgedeelte. Slaapkamer. Wow. Oh my god. Hebben we ons eigen dakterrasachtige ding? Wow. Hele buiten. Doe jij hem even open? Deze ding. What? Dit hoort gewoon bij onze kamer. Doe even normaal. Wow. Uitzicht vanaf ons terras. Dit is echt niet normaal. Dit is ons balkon. Holy shit. Guys, dit balkon is gewoon bijna net zo groot als mijn hele appartement. Ik maak geen grap. Het is huge. Hoezo is daar nog een entree? Holy smokes. Wow, deze badkamer. Hier hebben we een walk-in closet gedeelte. En hier deze badkamer. Holy fuck. Ik ben altijd gewoon... Vet lekker in de zee gezwommen. Het is hier zo mooi. Oh, ik zou willen dat we hier langer konden blijven en... Dat dit een soort vakantie was, maar we zijn hier natuurlijk maar één dag. En we gaan nu even wat drinken hier. Jordi en ik op ons bedje. Ik heb weer mijn zwarte bikini aan. Die jullie kennen van de H&M. En ja, het is echt heerlijk. Zon doet zoveel. Ik denk echt dat ik een leven voor mezelf moet fixen waarbij ik gewoon een half jaar in de zon kan leven. We hebben nu een pony en ik heb dit aan. Zo gezellig. Iedereen ziet er zo mooi uit.
uit. Vandaag Ter Schelling. Het is onwijs gezellig. Gaat goed, hè, met de lengte. Jongen, jongen, jongen. Joejoe, goedjes. Hallo, ik ben Diono. Ik ben op Ibiza. Ik ben hier met Jaren Michels. Ik ben nu in een vlog. Ik ben geweldig. Ik drink een drankje dat ik net samen... Ik denk dat ik net zelf heb samengesteld. Dit is Klaasje. Ook met de kennis Claire. We hebben het getroost. Neem het vlog. We gaan nu een boot in. Claire. Nou, volgens mij gaan we helemaal de boot in, mensen. De mist in? Je wordt, oh, alles uit? We waren op de boot en Mark is helemaal ziek geworden. En nu zijn we allemaal zonder schoenen terug aan land. Kotsende. Helemaal erg. We hebben wel dit meegenomen. Ik ga even een plan B maken. Het is alweer tijd om weg te gaan bij deze heerlijke plek. We hebben net ons verslapen, want in het oude programma moesten we om 11:30 verzamelen. Maar in de werkelijkheid om 10:00. Dus dat was even een epic film. Ik heb een jumpsuitje aan. Een oude van River Island, volgens mij met een open rug. En we gaan nu naar een beachclub. En daar gaan we nog een beetje chillen voordat we weer naar huis vliegen. Just say goodbye. Beach babes. Ga je met je camera het water in? Nee, ik ren zo terug, denk ik. Dit was het alweer. Lekker, lekker, lekker. Hallo. We gaan in onze jet weer in. Oh, het is zo lekker warm hier. Goedemorgen. Deze hand hoort bij... Yuko! Wat een fabulous mermaid hair. Niet normaal, we zitten hier lekker met z'n drietjes te knutselen aan mijn hoofd. En ik ben een paar uur geleden teruggekomen uit Ibiza en meteen doorgerold naar een vet leuke bijenkorfshoot. Nicole doet de styling en Yuko weer de make-up en het wordt één groot feest, denk ik. Mijn thema is denim, dus ik ben alvast een beetje op de situatie gekleed gegaan. En ik denk gewoon dat het heel... tof wordt. Vorige keer hadden we ook hele mooie filmpjes gemaakt rondom beauty, dus ik ben heel benieuwd. En Nicole's vriendje die filmt dit allemaal, dus dat is heel leuk. Echt een vriendensquad. Beetje slaperig wel, maar dit ziet er zo fris uit. Ik snap gewoon nooit hoe jij dit kan. Hoe je gewoon met minimale dingen dan zo'n heel hoofd kan omturnen. Nou, je hebt niet zo heel veel nodig hoor. Nou, dat vind ik lief, maar dat... Ik kwam net iemand ook filmen en ik zo, nee, nog niet. Not ready. Wat is jouw lievelings beauty product? Is er één ding waarvan je denkt, oh, dit is echt lekker? Nou, wat heel fijn was bij jou was de Magic Cream van Charlotte Tilbury. Oh, wat is dat? Ja, die had ik heel lang op je gezicht ingemasseerd. Zodat je net even wat wakkerder wordt en dat hydrateert je huid en dat haalt net die moeheid eruit. Lekker! En die massage was lekker, ja. Ja. Ik was niet meer aan het opletten wat het voor spul was. Ik heb gewoon, ja, doe dit maar. Het is hele fijn gevoel in je huid. Die zegt heel zacht. Ja. En een soort plump. Ja, 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 precies. Heel lekker. Net ja, mooi. Je onderwimper. Ik lijk bijna geairbrushed. Het is echt top. It's a wrap en ik ben op kantoor met Kelly en Emma. En Emma en ik zijn helemaal on fleek met outfitfoto's schieten. Dus elke dag als ik op kantoor kom, moet ik van haar op Insta fotomoment. Dus wel leuk, want daardoor zijn er veel looks op Insta. En ja. Leuk jasje. Ik heb Kelly's jasje gejat vandaag. Ik heb dus geen goed spijkerjasje, maar ik zoek dat op de een of andere manier ook nooit. Dus het is mist echt in mijn leven. Ik ben zo verliefd op de stad als ik hier loop. Zo mooi!
Goedemorgen, ik zit in de auto en ik ga weer een dagje filmen voor Viva. Dit keer bij Fien Vermeulen van Q Music. En volgens mij is zij een super toffe chick, dus dat lijkt me echt heel erg leuk. Het is echt wel een voorrecht om zoveel inspirerende mensen te mogen ontmoeten in mijn werk, vind ik. Nu, maar überhaupt gewoon door de jaren heen. En ik hoop dat zij er ook zin in heeft. Oh, mijn batterij knippert. Oh jee. Vergeet steeds op te laden. Verder loopt deze week vlog maar gewoon een beetje door. Want ik film steeds korte stukjes. En ik hoop dat het een beetje leuk is voor jullie om te kijken. Soms denk ik, ja, ik ben gewoon altijd aan het werk. Wat is er nog te laten zien? Ik neem jullie toch lekker mee. Ik heb vandaag mijn biggenjas aan. T-shirtje van Another Stories. Mijn groene Balenciaga tasje mee. En een leren broek. En mijn Vans. Lekkere outfit post-it. Ik ben bij Q Music en ik ga lekker kletsen met Fien. Hey, hoe prachtig ziet zij eruit? Dankjewel. Hoe vind je mijn schoenen? Daar ben ik zo heel blij mee. Zo goed ook. Leuk. En ze gaat me nu de snoep laten zien. Dus ik ben nu al fan. Oh my god. Dit is het moment dat de engeltjes zingen. Oh, die zijn lekker altijd, hè? Die rijtjes. We hebben ook nog... Oh my god. Oh, er zijn weinig koekjes vandaag. Ziet er toch goed uit. Ik ben lekker bij Jordi en ik heb Indonesisch gehaald van ons lievelingsrestaurant. Dat eindelijk weer open is. Nou ja, lievelingsrestaurant afhaalding. Maar check even hoeveel eten dit is. Oh my god. De challenge begint nu of ik dit op kan. Kan ik wel, denk ik. Maar het is echt veel. Holy shit. Even ter illustratie. Dit is mijn hand. Ja, ik kan bijna niet laten zien hoe groot dit is. Het is zoveel eten. Oké, het is medium gelukt en nu gaan we nog even chillen. Dus ik ga even deze vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. En overmorgen ga ik naar Lowlands waar ik ook ga vloggen. En weer een hele nieuwe week vlog van start gaat. Dus ik hoop dat je kijkt en ik hoop dat je je abonneert op mijn kanaal zodat je niks mist. En dan zie ik je snel. Doei!